Hi Herman, heb je nog meer aan toe te voegen voor ons? Ja, wat ik nog naar voren wil brengen, zijn de situatie van die dag in dichtvorm weergegeven. Als volgt. Die zwarte vrijdagnacht, heden met 90 en nog 1, waar ik nooit kom overheen. Die zwarte vrijdagnacht, waar al mijn vrienden in het Marktcafé bijeengebracht. Doch, dat was het niet alleen. De bevolking raakte nauwelijks gealarmeerd, op een enkele na die het heeft gedeerd. De Hoge Veense krant van de volgende dag, wegens verbod, maakte daarvan geen gewacht. De overheid was goed geïnstrueerd. Plaatselijke politie van elders en vrijwilligers bijeen. Het eind van Joodse gemeenschap Hoge Veen. Gewoond, gewerkt en bijgedragen tot cultuur. In goed verhouding met zijn buur. Doch op die nacht voor hulp er was er geen. Bij het station een enkele voor afscheid zonder meer. Gebogen en gebroken. Het werd de laatste keer. Dan in de trein naar Westerbork en in de knel. In enkele dagen oostwaarts en daarmee in de hel. Mijn vrienden en bekenden, ik zag ze nimmer weer. Dank je, Herman. Dan heb ik nog een tweede. Die is speciaal opgedragen aan mijn vrienden. Waar ik mijn hele leven mee heb omgegaan. Nog één keer weer, reis ik met jullie mee. Tezamen stappend in de wagens van het vee. Dicht op ingepakt, niet wetend waar naartoe te gaan. Wanneer komen we daar uiteindelijk aan? Nog één keer weer reis ik met jullie mee. Nog één keer weer reis ik met jullie mee. Sprekend over vroegtijdig vree. Over onze recente dagen vol van vreugd. Met al mijn vrienden, ons gehele jeugd. Nog één keer weer reis ik met jullie mee. Nog één keer weer reis ik met jullie mee. Bij aankomst daar uitsluitend wee. Arbeid mag vrij, zo lezen wij. Hun beeltenis, ik neem ze voor eeuwig met mij mee. En dan wil ik beëindigen met het voorlezen van het kadish. Het kadish wordt voorgelezen bij iemand die komt te overlijden en ook elk jaar op zijn sterfdag. In dit geval gaat het over de allegenen die weggekomen, die weggevoerd zijn en vermoord. Als volgt. Kadish in Nederlandse vertaling, zodat iedereen het kan begrijpen. Laat de grootheid en heiligheid van zijn grote naam vermeld worden in de wereld die hij geschapen heeft volgens zijn wil. En mogen hij zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het huis Israël. Spoedig en binnenkort. Amen. Mogen zijn grote naam geprezen zijn in de eeuwigheid. Mogen geprezen met hulde. Roem en hoogachting vermeld, verheven, verheerlijkt en met ecstatische lof bezongen. De naam van de Heer Heilige, die geprezen is, boven Hashanah, nu tot en met Yom Kippur, ver boven alle uitingen van prijzen, gezag en troost, die er in de wereld geuit wordt. Amen. Neem nu ons gebed barmhartig en welwillend aan, dat het gebed en het smeken van heel Israël bij hem
Vader in de hemel aangenomen mag worden. Amen. De naam van de eeuwige zij geprezen, van nu tot in de eeuwigheid. Mogen er veel vrede uit de hemel komen en leven voor ons en voor heel Israël. Amen. Mijn hulp van de eeuwige, de maker van hemel en aarde, die vrede sticht in zijn hoge sferen, mogen ook vrede brengen voor ons en voor heel Israël. Amen.